Hi allemaal, een videootje over transmeditatie ofwel transreizen. Dus ik ga in dit filmpje vertellen in deze video over wat transreizen betekent. Wat het je kan brengen in je leven, maar ook wat transreizen met mij doet en wat het is en waar je allemaal wel niet naartoe kan gaan. Ik ben denk ik nu sinds een jaar het consequent transreizen gaan noemen. En we leggen nu ook de loop naar interdimensionaal reizen. En dat zijn manieren en gateways van jezelf om jezelf te ervaren als een multidimensionaal leven. Dus dan vraag je jezelf misschien nu af, wat is een multidimensionaal wezen in hemelsnaam? Nou, dat ben jij. Dat ben ik. Dat is iedereen. En een multidimensionaal leven is dat je een wezen, of wie jij bent, in wezen wat jij bent, dat je dus vanuit verschillende percepties je leven kan aanschouwen, maar ook kan sturen. En dat sturen heeft ermee te maken dat je verantwoordelijkheid neemt voor je pakket hier wat op de stoel zit, maar ook dat je gaat leren hoe je kan communiceren met je ziel. Maar dat je ook je ziel kan sturen naar bepaalde punten. Dat jij in je ziel als een magisch duo, als je eenmaal de verbinding hebt gevonden en je klikt er steeds meer in. Dat jij in je ziel eigenlijk één en dezelfde zijn, maar dat je dus gaat samenwerken. En dat jij vanuit dit bewustzijnsniveau, van ik ben aan het denken, ik druk op de knop. Met zoveel gemak kan je dus ook met je ziel communiceren. Of je energie. Of je lichtlichaam. Of je aura. Het maakt me allemaal niet uit hoe je het noemt. Ik noem het even ziel. Maar het gaat dus om hetzelfde. Nou, als je dus de behendigheid hebt geleerd en herinnerd in jezelf. Over hoe jij contact kan hebben met je ziel. Dat je luistert naar je ziel. Dat je je ziel de ruimte geeft. Dat je ziel de aandacht krijgt. Dus hè, we leven in een maatschappij waarin we bijna allemaal onze focus en onze aandacht en energie focussen op ons hoofd. Maar wat zou er nou gebeuren als je de helft of al die energie ook gaat focussen op een ander deel van jezelf, dus je ziel? Nou, hoe meer je dat ontwikkelt, hoe meer je dat ontwikkelt in jezelf met meditatie of met rust, dan komt er ook een punt op een gegeven moment dat je dus samen met je ziel kan reizen naar bepaalde punten. Nou, wat daarvoor nodig is met transcendent reizen of transreizen is dus dat je in een diepere vorm van meditatie komt. Dus je brengt je hersengolf van de alfa naar de theta. En misschien ben je wel zo'n master in mediteren dat je naar de gamma schiet. En de theta wave, de theta frequentie is dezelfde frequentie als je hart. Dus dan ontstaat er eenheid. Dus onze lijn van hier komt in dezelfde lijn van ons hart. Dan gaan we ons verticaal openen. En als we ons verticaal openen, dan komt de ziel naar voren. Als je in die staat van zijn bent, dan is je lichaam in een enorme diepe rust. Dus dat lijkt en voelt aan jouw lichaam alsof je slaapt. Maar je geest is helemaal helder aanwezig. Dus kun je je ziel ook gaan ervaren rondom je lichaam. Dus mensen kunnen bijvoorbeeld tijdens mijn lessen of tijdens transcendente reizen ook voelen dat er iets om hen heen hangt. Of dat er iets van de stoel valt. En dan lijkt het net alsof jij van de stoel valt, maar jij valt niet van de stoel. Je kan kleuren zien, je kan lichtwezens zien, je kan engelen zien, je kan hele reizen maken. Maar je maakt de reizen omdat er iemand aanwezig is in de ruimte die werkt met suggestie. Dus als ik bijvoorbeeld aan het praten ben tijdens een transcendente reis, dan ben je zo open voor suggestie, dat je dus die suggestie ook gaat volgen. Nou, als je hier behendigheid in krijgt, dan kan dus uiteindelijk ook jijzelf met je geest, met de kracht van je geest, je ziel gaan sturen naar bepaalde punten waar je graag heen zou willen gaan. Dus dan kan je ook zelf thuis transcendente reizen gaan maken. Ik beoefen transcendente reizen al vanaf mijn 16e levensjaar, dus dat is al 20 jaar. En eerst onbewust en vanaf mijn 23e, 24e bewust.
En ja, voor mij is het hetzelfde aandacht en dezelfde energie en dezelfde liefde die het krijgt elke dag als misschien je ontbijtje. Dus ga eens kijken hoe dit voor je gaat werken. Nou, wil je dit ervaren? Dan is het super tof om dat bij The New Beginning te doen. Dat is de grote oud en nieuw feest in Amsterdam, wat door de Bewustzijnsschool georganiseerd wordt. En ik ga daar een wintersolistenceremonie doen. En in die wintersolistenceremonie reizen wij naar punten in jezelf, maar ook punten in het universum. En dan kan je dus massaal, dus met honderden mensen, voelen en ervaren wat transcendent reizen jou kan geven. Check de website, de link die ik bij deze post plaats. En dan hoop ik je daar te zien. Vraag ook gewoon een vraag hieronder, want ik check het altijd. En dan kan ik misschien je vraag ook nog beantwoorden. Fijne dag, ciao.